Dames en heren, welkom op de persconferentie naar aanleiding van de wedstrijd KV Oostende KV Katienen. Zoals gebruikelijk geef ik graag het woord aan de bezoekende trainer voor zijn wedstrijdanalyse. Ja, ik denk dat we niet goed begonnen zijn aan de wedstrijd. Iets te slap begonnen aan de wedstrijd. En dat we vrij snel op 1-0 achterstand komen. Doelpunt dat in principe niet had mogen vallen of vrij makkelijk valt. Even de pedalen kwijt, met lange bal gespeeld die vrij snel terugkwam. Dan zijn we op snelheid genomen en scoren jullie de 2-0. En vanaf dat moment zijn we in de eerste helft beginnen te voetballen, vind ik. Een paar goede combinaties op de mat gelegd, scoren we ook de 2-1. En was de 2-2 heel dichtbij, dus we treffen de paal. Ik denk dat Matissou op een gegeven moment twee man oprolde of drie man oprolde op de linkerkant en dan voor eigen succes gaat. Terwijl er twee mensen beter gepositioneerd waren in de 16. Dus met een beetje geluk hadden we 2-2 kunnen maken voor de rust. Tweede helft was de betrachting uiteraard om verder te gaan op dat elan. Oostende heeft ons dat een beetje belet. En ik denk dat wij niet echt dreigend zijn geweest naar doel. Dat Oostende de tweede helft zeker de beste kansen, de betere kansen hebben gehad. Vooral ook op stilstaande fases. Maar het blijft 2-1 en we hebben getracht op laatste zelfs met vier mensen naar voren. De bal moest maar eens goed vallen. Dat heeft hij vandaag niet gedaan. En ik denk dat de ruststand die misschien anders had kunnen zijn, maar dat misschien wel de logische eindstand is geworden. Ja. Dankjewel, onze trainer. Goh, ik zit een beetje met gemengde gevoelens vandaag. Waarom? Je begint schitterend aan de wedstrijd. Ik had gevraagd van snedig te beginnen, zoals alle weken, of de laatste weken tenminste. Dan kom je 2-0 voor na 20 minuten of 22 minuten, denk ik. En dan denk je van ja, dan zie je dat scenario van Dender weer. Rustig voetbal, rustig gaan uitspelen. Op zoek gaan naar die derde goal, maar wat doen we? Iedereen begint een beetje zijn eigen ding te doen. Te veel balverlies, te slordig. En daar heeft Tine zich weer in de wedstrijd geknokt. Op een voetballende manier weliswaar. En scoren ze die 2-1 uit de eerste kans. Oké, buitenspel of niet, dat weet ik niet. Kan ik niet zien waar ik zit. En dan krijgen we het even moeilijk. Dan zijn we even de pedalen kwijt. En dat is een beetje elke week hetzelfde. Dat we 20 eerste minuten goed starten en dan een minuut of 20 even, ja, hoe dat komt weet ik niet, maar we zijn iets minder scherp, iets te slochter in de balcirculatie. En voor dezelfde prijs, gelijk dat Ronnie zegt, is 2-2 en dan wordt het dan wordt nog een moeilijke partij. Nu de tweede helft, een beetje zaken op orde gebracht, een beetje positiewissel met Niels, ik denk dat dat ons een beetje doorgeholpen heeft. Dat we daar iets balvaster waren met Niels dan met Terrence. Terrence had iets te veel balverlies. En dan zie je wel natuurlijk dat we het op een volwassen manier proberen uit te spelen hebben. Soms met nog iets te veel risico in het spel gelegd. Moeten we nog slimmer gaan spelen. De laatste 10 minuten moeten nu Baks niet meer die flank afrollen. Moet je gewoon vanuit positie gaan voetballen. En dat is weer een les. Dat we moeten trekken en aan verder werken. Nu, dat is wel goed dat we nog werkpunten hebben. Dat houdt iedereen scherp, houdt iedereen met de voetjes op de grond. En dat is nu het belangrijkste. Want iedereen zegt wel, oké, Eupen verlies, maar ik kijk naar Eupen niet. Ik kijk naar de 7e, 8e plaats. Daar is nu een kloof van 7, 8 punten. En dat is het belangrijkste. Maar zoals Ronnie zegt, je maakt het niet af. Het kan 3-4 zijn. Keeper doet mee, keeper pakt 3-4 goede ballen op precies dat de fase. Dan moet die bal maar een keer goed vallen. Dan heet ze ernaar van WZ en dan zit je in zak en as in principe. En daar moeten we voor waken in de toekomst, dat we scherp blijven 19 minuten lang. En dat is een serieus werkpunt. Heren, dank u voor uw analyse. Zijn er vragen van de mensen van de pers? Het is al duidelijk worden.